In deze film ga ik een watermerk verwijderen. In deze film leg ik je dus uit hoe je een watermerk verwijdert. En dat doe je natuurlijk alleen bij je eigen foto's. Want iemand plaatst een watermerk om zijn foto enigszins te beschermen. Maar stel je voor dat je foto's in je archief hebt zitten die al afgewerkt zijn met een watermerk. En je bent de originele kwijt, dan zou je deze techniek kunnen gebruiken om dat watermerk te verwijderen en weer andere dingen met je foto's te doen. Ik ga een aantal voorbeelden van watermerken met je doornemen, want er zijn eenvoudige en er zijn lastigere watermerken. En zoals je op deze foto ziet, dit is natuurlijk een heel eenvoudig watermerk. Je zou het gewoon heel eenvoudig weg kunnen klonen. Ik zoom even in op de hoek. En als ik nu het kloongereedschap pak, dat vind je hier of met de sneltoets S. En ik maak het wat groter. Ik selecteer met de Alt een brongebied. En ik veeg er vervolgens gewoon overheen. Nou, en mijn watermerk is als sneeuw voor de zon verdwenen. Je zou ook een kadertje kunnen trekken en het vullen met de achtergrondkleur. Want die is in de hoeken gewoon een effe kleur. Dus dit is een watermerk wat eigenlijk gewoon helemaal niks voorstelt. En in één klap gewoon weg is. Maar je kunt ook dit soort foto's treffen. Hier staat het watermerk gewoon vol overheen en dit is vrij lelijk. Mocht je je watermerk zo op een foto zetten, ja, je zult ze voor 99 van de 100 mensen wel juist beschermen. Uh, nee, dit ziet er gewoon niet uit. Wil je nu meer weten over het plaatsen van watermerken, waar je dat doet en hoe je dat doet en hoe je dat gewoon mooi doet? Dan raad ik je aan hierboven even het artikel van de website erbij te pakken en dat is gewoon door te nemen. Maar ook dit watermerk is te verwijderen. Wat je moet doen is eigenlijk gewoon de letters selecteren. En dat kan bijvoorbeeld met het toverstafje. Die vind je hier. En als je dat selecteert, en laat ik een klein beetje inzoomen, dan selecteer je gewoon één willekeurige letter. Die wordt vrij netjes geselecteerd. Als ik even verder inzoom, je ziet hier bijvoorbeeld bij de E. Dat hij daar een klein randje mist, nou dat is geen enkel probleem. Dat gaan we zo meteen oplossen. Maar eerst gaan we de andere letters selecteren. En dat gaan we doen door te zeggen tegen Photoshop van, nou, we hebben een selectie van iets. Ga op zoek naar dingen die ook hetzelfde zijn en selecteer dat ook. En dat doe je hierboven bij selecteren en dan heb je daar gelijk een staan. En je ziet mijn O is geselecteerd en ook de andere letters. Als ik uitzoom, er is een selectie van mijn volledige letters. Hij selecteert gewoon al het wit in de foto. Heb je een watermerk in een andere kleur, dan zou die die kleur selecteren. Heb je nu meer wit in je foto, dan selecteert hij dat mee. Dus stel dat het gezicht ook mee geselecteerd was, laat ik daar even snel een selectie van maken. Dan zie je dus mijn letters zijn geselecteerd en mijn gezicht is in dit geval geselecteerd. Die extra selectie van de dingen die je niet moet hebben, dat kun je vrij eenvoudig ongedaan maken via de lasso tool die vind je hierboven of sneltoets L. Hou even de alt ingedrukt. Je ziet dat er een minnetje bij komt en je sleept gewoon om je selectie heen. En dat stukje is niet meer geselecteerd. Ik vertelde daar straks al dat we in de selectie eigenlijk gewoon ja, net niet overal even keurig zitten. Inmiddels heeft hij hem een klein beetje uitgebreid. Maar je ziet hier bijvoorbeeld bovenop de N dat hij daar een klein stukje vergeten is. Ga ik gewoon met één eenvoudige handeling oplossen. Ik ga mijn selectie een paar pixels groter maken. En dat doe ik via selecteren, bewerken en dan heb je daar vergroten. En een vergroting van 2, 3 of 4 pixels is eigenlijk al wel voldoende. En je drukt gewoon op oké. OK. Je ziet mijn selectie wordt iets uitgebreid. En ik heb een selectie die groter is dan de letters. En dat is eigenlijk op zich wel fijn. Want dan weet ik dat ik al mijn letters heb geselecteerd. Echt gewoon 100% heb geselecteerd. En nu kan ik er verder mee aan de slag. Je moet dus gaan zorgen dat deze letter eigenlijk niet meer opvalt. En dat kun je eigenlijk heel eenvoudig doen via hierboven bewerken en dan vullen. En de manier waarop je moet gaan vullen, dat is inhoud behouden. Je kunt het selecteren voor de voorgrondkleur, de achtergrondkleur, maar we willen eigenlijk gewoon dat de foto die erachter ligt, dat Photoshop dat gaat. Dus je klikt op inhoud behouden en je drukt op oké. OK. Je selectie wordt gevuld met dingen die om de selectie heen liggen. Photoshop heeft daar een mooi algoritme voor en je selectie blijft vervolgens na het vullen actief. Om die selectie nu op te heffen, druk je gewoon op Ctrl-D. Helemaal perfect doet hij dat niet. Maar dat lijkt op zich niet zo op te vallen. Als ik bijvoorbeeld even terug ga naar de eerste foto. Daar stond het watermerk hier links in de hoek. En was de foto verder niet aangetast. Dan zie je hier bijvoorbeeld uh, bij de oksel dat het hier een mooie scherpe lijn is. En hier is hij een klein beetje blurry. En ook bij de hand zit een verschil in de vingers. En in haar, haar zit een klein beetje verschil. Nou, dat zou je nog eventueel met de hand op moeten kunnen gaan lossen. Laat ik daarbij ons derde voorbeeld straks even naar kijken. Dit is het derde voorbeeld namelijk. Dit is eenzelfde watermerk, gewoon witte letters die erop liggen. Maar daar is de transparantie enigszins van naar beneden geschoven. Dus ze zijn niet spierwit. Je kijkt er een klein beetje doorheen. Ook hier moet je weer een selectie van de letters maken. Nou, dat zou op zich via het toverstafje kunnen doen. Eén letter selecteren en te zeggen van pak de gelijkende. Maar je ziet dat hij dat door de transparantie eigenlijk net niet netjes kan. Je zou met het toverstafje nog verder kunnen selecteren. Als je het gereedschap hebt geselecteerd, kun je op de shift drukken om de selectie uit te breiden. Je kunt dat ook gewoon hierboven aanklikken, toevoegen aan selectie. Dan hoef je niet continu de shift ingedrukt te houden. En op die manier zou je gewoon de letters erbij kunnen selecteren. Selecteert die nu in één keer te veel mee? Dat kan. Ctrl Z om het ongedaan te maken. En zet de tolerantie gewoon even wat lager. En zo moet je alles dus even nalopen. Nou, om dat te voorkomen heb ik toevallig bij het opleggen van mijn watermerk een kopie van de laag laten staan. Dus als ik de Ctrl ingedrukt hou en ik druk op die laag, dan heb ik gewoon keurig allemaal letters geselecteerd. Gooi ik die bovenste laag even weg. En je ziet dus, ik zit wel degelijk met deze letters ingebakken in de achtergrondlaag. En dit is dus ja vrij permanent. Ik ga weer een klein beetje de selectie vergroten. Via bewerken en vergroten. Wederom 3 pixels. En ik ga de selectie vullen. En ik gebruik dit keer de sneltoets Shift F5. Ik kies voor inhoud behouden en druk op OK. Ctrl-D om de selectie op te heffen. En ik heb op zich een vrij aardig resultaat. Ga ik naar de eerste foto, dan zie je dat ook hier in de laatste foto de oksel en de hand en de haren niet zo geweldig gelukt is. Dat ga ik gewoon netjes met klonen een klein beetje oplossen. Dus ik maak een nieuwe laag aan, dat doe ik hieronder via het plusje. Ik pak mijn klongereedschap, dat zit hier aan de linkerkant, of je drukt op de s. Ik kies voor. Als monster de huidige en onderliggende laag, of je kiest voor alle lagen, maar in ieder geval niet de huidige laag. En ik maak hem een stukje kleiner en ik hou hem lekker aan de zachte kant. En ik ga gewoon deze schaduwlijn een klein beetje doortrekken. En hoe je dit moet reconstrueren, dat is een klein beetje je eigen gevoel natuurlijk. Het kan eventjes tijdroven. En dat is natuurlijk eigenlijk stiekem ook wel de bedoeling van het watermerk geweest, dat je het er niet heel makkelijk af kan halen. 100% kloppen zal het niet, maar het klopt in ieder geval wat beter. Eventueel kun je de dekking van het gereedschap nog een klein beetje verlagen om het helemaal onzichtbaar weg te halen. Zul je echt gewoon de tijd moeten nemen. Het zou kunnen. En ook hier in het haar heeft hij dus eigenlijk gewoon niet zo gedetailleerd te werk kunnen gaan. Nou ga ik gewoon van andere stukjes haar die daar overheen leggen, zodat ik weer een beetje structuur terug krijg. En ook de vingers zal ik een stuk moeten reconstrueren. Speel gewoon met de grootte van je kloontool en met de hardheid van de randen. En ik kijk dus niet te veel terug naar de oorspronkelijke foto. Dat zou niet eerlijk zijn als je weet hoe het moet gaan worden. Ik doe dit eigenlijk gewoon een klein beetje op, uh, ja, op gevoel, zeg maar. Laat ik het zo even houden. En relatief gezien is het dus eigenlijk niet veel werk om zo'n watermerk te verwijderen. Het is misschien even wat lastig om alle letters goed te selecteren. En het is misschien even wat werk om naderhand weer alles uh, terug te klonen wat net niet klopt. Maar het is te doen. En op die manier werkt dit dus. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!